het hele geframe van justitie dat advocaten vechtscheidingen bevorderen in plaats van echtscheidingen oplossen. Baarlijke nonsens. Advocaten proberen altijd en eeuwig zaken op te lossen en de gang naar de rechter te voorkomen. En soms kan dat niet. En dan moet die rechter ook bereikbaar zijn voor de justitiële. De brief van de minister-voorzitter staat bol van de onjuiste veronderstellingen en de verkeerde aannames. Zoals dat er sprake zou zijn van een ongebreidelde kostenstijging. Dat mensen er zomaar op los procederen hè, voor allerlei onzin. Dat doen ze helemaal niet, want dat kost ze hartstikke veel geld en eigen bijdrage en griffierechten. Bijvoorbeeld dat de minister zegt, advocaten die krijgen niet betaald voor adviezen, vooral alleen als ze gaan procederen. Het is allemaal onderuit gehaald. En mijn principiële vraag aan de minister is, waarom doet hij dit? Hij wist toch wat hij opschreef en hij weet toch werkelijk wel hoe het zit, want hij is toch de minister voor rechtsbescherming. Dan kun je toch geen dit soort fouten maken in je brief aan de Kamer waarin je het hele stelsel omgooit? Korte reactie van de minister. Maar voorzitter, de brief met de contouren is gebaseerd op een aantal rapporten die in het verleden zijn verschenen. Wolfsen, Van der Meer. Wat de minister niet zegt, en waar die kennelijk ook niet op wordt aangesproken, is dat er helemaal niks uit de hand loopt. Er is uitsluitend krimp. En wat er gebeurt is dat er echt gewoon gejokt wordt. Er wordt een probleem gemaakt terwijl dat probleem niet bestaat. En vanuit de problematische framing wordt er nu ingegrepen op een zodanige manier dat het stelsel kapot gaat. Hij valt dus door de mand als hij zegt, pas als het aantal zaken is teruggebracht, dan ontstaat er budgettaire ruimte om te zorgen voor een redelijke vergoeding. U bent minister voor rechtsbescherming. Dit kan toch zo niet? Het departement heette vroeger Veiligheid en Justitie, nu Justitie en Veiligheid. Veiligheid, dat lijkt het zo te zijn dat het erom gaat om te voorkomen dat je elkaar gemapt wordt op straat. Maar veiligheid betekent ook dat je in staat gesteld wordt om voor je rechten op te komen. En als je dat niet kan, geeft dat een bazaal gevoel van onveiligheid. Met allerlei sociale gevolgen.